In Wiegewest staat sinds vorig jaar een pumptrack. Dat is een baan van asfalt met bulten, kuilen en bochten, waar je overheen kunt met een step, skateboard, BMX of loopfiets. De ervaringen zijn tot nu toe heel goed met de pumptrackbaan. We zijn in augustus ongeveer gestart en de jongens zijn ontzettend enthousiast. Er wordt heel veel gebruik van gemaakt. Vooral na schooltijd en in het weekend is het erg druk en dat is soms best vervelend. Dat iedereen voor elkaar gaat springen en zo. Nee, dit voor elkaar langs. Soms moet je ook heel hard remmen. Ontstaan er dan gevaarlijke situaties? Ja, ook af en toe, want zo'n gatje hangt in de lucht en je kan niet meer remmen. Dan bord je gewoon zo tegen iemand aan. Maar de wethouder ziet dat anders. Er zijn geen incidenten. En volgens mij maken geven ze elkaar ook wel ruimte. Het zijn rondjes, hè? Ruimte genoeg om gewoon opnieuw te beginnen. Volgens mij levert het geen problemen op. Toch is er sprake van een tweede of zelfs derde pumptrack. Maar inderdaad is er op dit moment belangstelling ook vanuit Bergharen Herne en vanuit Alverna. Om te kijken of het daar ook kan. Daar zijn we nog volop in onderzoek. Maar ik sluit niet uit dat er in de toekomst nog een paar bij komen. Het is gewoon heel populair. Tot slot, maakt u zelf wel eens gebruik van de pumptrackbaan? Nou, het zou wel spannend worden. Nog niet, nee, nog niet. Nee, ik hou wel van hardlopen, ik hou van fietsen gewoon zo. Maar de pumptrackbaan, nee, daar ben ik nog niet aan begonnen.